Mijn naam is Britta Restema. Ja, ik ben postdoc onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Planologie. En ik sta hier vandaag om iets te vertellen over ons onderzoeksproject waar we momenteel mee bezig zijn. Heeft de afkorting RUIKWALAP en dat staat voor Ruimtekwaliteit en Waterveiligheidsbeheer. En ik sta hier eigenlijk vandaag niet alleen, maar het is een duo-presentatie met uh, een van onze masterstudenten, Rob Nijholt, die namelijk binnen. Het kader van ons onderzoeksproject dan specifiek heeft gekeken naar de verbinding van culturele erfgoed, ruimtekwaliteit en waterveiligheid. En um, nou, daar gaat hij straks meer over vertellen, omdat het nou, leek mij wel een gemiste kans als we dat niet zouden doen bij deze dag. Uh, en hij heeft uh, onderzoek gedaan naar um, ja, hoe wordt omgegaan met culturele erfgoed bij de Stenendijk en Hasselt en uh, de Gebbendijk. Um, maar... Eerst ter introductie ga ik gewoon vertellen wat is eigenlijk überhaupt ons uh, onderzoeksproject. Waar gaat het over en hoe is het georganiseerd? Um, nou, het leuke aan dit onderzoeksproject is, nou, we hebben dit samen opgezet met Wageningen Universiteit. Dus wij zijn de twee universiteiten hierin. Um, maar het is eigenlijk op een bijzondere manier tot stand gekomen, namelijk uh, middels crowdfunding, dus heel veel praktijkpartners die hier aan bijdragen. Um, verschillende waterschappen, maar ook kennis- en adviesbureaus. Um, nou ja, wat toch ook laat zien dat kennisbehoefte op dit vlak, dus hoe kan je ruimtelijke kwaliteit nu eigenlijk beter meenemen in waterveiligheidsbeheer, groot is. En nou ja, samen met uh, al deze praktijkpartners vormen we een learning community. Om op die manier ook te proberen um, steeds uh, wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Dus we hebben best wel een goede um, uitwisseling met elkaar. Nou ja, wat is überhaupt het doel van het onderzoek? Um, nou, wij willen kennis ontwikkelen, eigenlijk uh, handvatten geven voor uh, mensen in de praktijk. Um, enerzijds over ja, hoe meer de fysiek-ruimtelijke inrichting van het landschap, dat is het gedeelte wat Wageningen Universiteit vooral doet, um, dus uh, nou ja, vanuit de landschapsarchitectuur, zeg maar. En wij zitten daarin um, om te kijken hoe kan je eigenlijk nu het proces inrichten om ruimtelijke kwaliteit beter mee te nemen. En wij kijken daar vooral nu ook naar welke instrumenten heb je daar eigenlijk voor nodig en welke worden momenteel toegepast. Nou, dus de centrale vragen in het onderzoeksproject is eigenlijk enerzijds van, nou, wat is nou überhaupt ruimtelijke kwaliteit? Daar houdt zich Wageningen vooral mee bezig en wij dan meer met de hoe-vraag. Hoe kan je het dus eigenlijk borgen of realiseren in je waterveiligheidsprojecten, in het planproces? Um, nou, hoe hebben we dat opgezet um, en wanneer zijn we überhaupt begonnen? Dat moet ik misschien ook maar even zeggen. Wij zijn vorig jaar gestart. Het onderzoek loopt nog tot 2024, dus we zijn eigenlijk gaandeweg. Um, en we zijn begonnen eerst met, uh, nou ja, toch een werkpakket. Wacht even. Uh, ja. Een um, werkpakket 1 meer theoretisch ingestoken, waarin we hebben gekeken van hé. Hey, um, ja, hoe kunnen we eigenlijk nu komen tot wat zijn instrumentenpaletten voor het proces, maar ook wat zijn uh, belangrijke aspecten rondom ruimtelijke kwaliteit om uh, een afwegingskader eigenlijk te hebben en mee te kunnen geven aan de praktijk. Nou ja, en die theorie die wouden we dan um, verder onderzoeken, ook met de praktijk. Uh, en hebben we werkpakket 2, waarin we eigenlijk een grootschalige vergelijking hebben gedaan, en daar zijn we nu ook nog mee bezig, um, van... Uh, hoogwaterbeschermingsprojecten, hoe nu uh, ruimtelijke kwaliteit in die projecten is meegenomen en welke instrumenten uh, daarbij worden ingezet, vooral en wat ons daarbij opvalt. En dat is iets waar ik uh, nou ja, deze twee werkpakketten, daar ga ik straks de eerste resultaten uh, over zien. Het is nu beperkte tijd, dus ik kan niet alles vertellen. Dus uh, als er straks nog vragen zijn, dan graag tijdens de lunch. Kom gewoon gerust uh, op me af. En nou ja, na deze stap um, willen we dan verder gaan, dat gaat einde van het jaar gebeuren, dat we ook nog wel meer verdiepend uh, case-studie-onderzoek doen om um, daar toch wel meer de mitsen en de maren in te ontdekken. Dus nu zijn we eerst geïnteresseerd geweest in wat zijn de bredere patronen die we zien. En uh, nou ja, Rob als masterstudent heeft dus al verdiepend case study onderzoek gedaan en gaat daar straks meer over vertellen. Nou, om even te beginnen, ruimtelijke kwaliteit. Nou, dat is natuurlijk best wel een lastig begrip. Wat is dat überhaupt? Um, nou, en er wordt ook wel best wel over gestreden, ook in de landschapsarchitectuur is daar een grote discussie over geweest of ook nog steeds gaande. Is het nou eigenlijk een eigenschap van het landschap wat je objectief kan meten, of is het juist eigenlijk meer zo dat het um, nou, ieders persoonlijke waardering van het landschap is? Dus is het eigenlijk Puur subjectief en nou ja, wat toch nu eigenlijk steeds meer de consensus is. Is um, nou we moeten het eigenlijk intersubjectief benaderen, dus um, de ruimtelijke kwaliteit krijgt eigenlijk betekenis in discussies over het landschap en de uitwisseling met elkaar. Nou, en daar heeft um, mijn collega. Uh, Michiel Baks van Wageningen Universiteit een um, eerste discussiekader geprobeerd te ontwikkelen voor ruimtelijk kwaliteit, wat het nou inhoudt. Dat heeft hij gedaan op basis van een systematisch literatuuronderzoek, waarin hij heeft gekeken naar artikelen die ruimtelijke kwaliteit expliciet koppelen aan waterveiligheid. En um, nou, wat zijn dan eigenlijk de belangrijke grotere kwaliteiten die eraan mee worden genomen aan de linkerkant. En wat zijn dan. Um, specifiek de aspecten die daarbij worden genoemd. En uh, nou, dat leek ons een mooie eerste stap om gewoon te proberen op die manier um, ja, uh, uh, ja, in, iets te geven om die discussie over ruimtelijke kwaliteit um, überhaupt op gang te brengen. En wat je hier kunt zien, nou, ruimtelijke kwaliteit in de Nederlandse beleidspraktijk wordt vaak uh, met vitruvius gedefinieerd, uh, dus de drieuik van ...belevingskwaliteit, gebruikskwaliteit en um, toekomstwaarde trouwens heet het. Belevingswaarde, uh, gebruikswaarde, toekomstwaarde. En nou ja, op basis van dat literatuuronderzoek heeft Michiel daar nog een uh, vierde aan toegevoegd. Uh, namelijk de ecologische kwaliteit. Omdat toch ook vooral internationaal gezien de verbinding met de natuur... ...en dat je dat sterker meeneemt in je uh, overwegingen uh, vaak gedaan wordt... Als hier meer vragen over zijn, dan verwijs ik vooral ook graag aan Michiel, mijn collega. Ik breng jullie dan graag in contact. Maar uh, ik wil het dan nu eigenlijk verder hebben over uh, de instrumenten voor ruimtelijke kwaliteit. Nou, daar zijn we ook begonnen met een literatuuronderzoek, maar kwamen er eigenlijk snel achter. Nou, zoveel is er überhaupt niet over geschreven. Um, dus we moeten het ook een beetje anders aanpakken. Dus, uh, nou, samen met de Learning Community. Ook met uh, gesprekken met waterschappers hebben we eigenlijk vooral eerst geprobeerd te inventariseren. Hé, hey, hoe doen jullie dat eigenlijk? Hoe nemen jullie ruimtekwaliteit mee in het planproces? Nou, dan hebben we uh, vier grotere categorieën. Uh, die zijn hier in het Engels, uh, maar daaronder staat dan de Nederlandstalige, uh, Nederlandse vertaling. Um, en ik neem jullie daar even in mee. Nou, enerzijds kun je natuurlijk wel binnen je projectorganisatie... hoe je zoiets opzet, uh, al daarover nadenken... dat je misschien, nou, we redeneren toch wel veel hier nu... vanuit de waterschappers en de projectteams... Uh, dat je iemand inschakelt met expertise op dat gebied. En dat wordt vaak gedaan door een landschapsarchitect in te schakelen. Um, vaak ook samen met of uh, uh, gecombineerd nog met een advies- en ingenieursbureau. Um, nou, dan zijn er instrumenten die vooral gericht zijn... op Informatie en communicatie, dus dat is eigenlijk van hoeveel informatie probeer je eigenlijk op te nemen en ook wederom te delen met je omgeving. Uh, nou, daar zijn diverse instrumenten voor. Ten eerste, überhaupt dat je verkent uh, wat zijn eigenlijk de andere ruimtelijke ambities uh, in het gebied omgevingssscan. Um, nou, ontwerpateliers is uh, vaak genoemd, um, bewonersparticipatie, daaraan ook vaak gelinkt. Um, uh, maar ook dat je advies inwint door enerzijds een ruimtelijk kwaliteitsteam, dus meer op teambasis. Maar je hebt ook um, ja, personen, ruimtelijk kwaliteitsadviseuren, op verschillende levels en niveaus. Dit zijn allemaal nog grove categorieën, er is nog heel veel achter. Um, maar daar kan ik straks misschien nog wat over zeggen. Nou ja, maar eh, daarnaast heb je natuurlijk ook wel instrumenten nodig die, etwas, eh, die ietsje regulerender en sturender zijn, zodat je ook echt een beetje power in de handen hebt. Um, nou, vaak wordt daar een ruimtelijk kwaliteitskader uh, um, of vergelijkbare plannen voor ingezet. Um, en samenwerkings- en bestuursovereenkomsten zijn ook belangrijk om mensen hier dichter bij elkaar te brengen. Nou, en een heel belangrijke. Um, uh, ja, financieel-economische instrumenten, dus hoe maak je daar gebruik van? Vooral bij het hoogwaterbeschermingsprogramma, waar toch het HWP geld eigenlijk sec voor waterveiligheid is, heb je wel heel veel um, geld. Ja, als je meer wil, als je wilt meekoppelen of als je gebiedsontwikkeling wil, dan um, nou, sta je daar vaak een beetje, uh, uh, nou ja, moet je in ieder geval je omgevingspartijen daartoe krijgen dat ze ook wel meehelpen. Dus met cofinanciering, dat je ergens subsidies vindt. Um, dat is een heel belangrijke. En het andere is, um, nou, je kunt natuurlijk ook al in je aanbesteding meenemen en de manier hoe je je contract vormgeeft. Um, om ook juist een beetje het um, gat tussen de plan- en implementatiefase wat kleiner te maken. Zodat ruimtelijk kwaliteit langer geborgd is. Um... Ja. Nou, wij zijn, ik kijk eigenlijk vooral naar, regionale, eh, naar primaire keringen, dus HWP. Uh, maar we hebben nu momenteel ook een masterstudent uh, die zich richt op regionale keringen. Um, omdat dat ook wel iets is wat uit die learning community is gekomen: dat, nou ja, daar moeten we eigenlijk ook nog wel meer van weten. Um, en ik denk in principe zijn dit wel algemeen toepasbare instrumenten die ook daar een rol spelen. Alleen is de context dan net wat anders. Um, maar kunnen we het straks misschien zo wel even nog uh, over hebben, omdat belangrijke vraag. Ja. En nou ja, nu uh, werkpakket 2 zijn we dus mee bezig, die grootschalige vergelijking, even kort daarover. Nou, We wouden eigenlijk weten, hoe is nu ruimtelijk kwaliteit geborgd in, uh, in die HWP-projecten, waarbij we ook HWP-MEN2-projecten hebben meegenomen, omdat het was voor ons belangrijk dat ze op een bepaalde fase al zijn, dus niet helemaal aan het begin staan. Um, de survey heeft daarbij drie delen. De eerste is meer nou, dat Wageningse deel. Um, dus ja, wat was überhaupt het doel met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit? De tweede was van, nou, welke instrumenten zijn nu ingezet en op welke manier? En het de derde, daar ging het meer over de project- en organisatiecontext. En nou ja, we hebben um, uh, uh, dat uitgezet onder vooral de projectmanagers. Deels is dat ook ingevuld door omgevingsmanagers, dan werd het verder doorgezet. Maar we wouden zeg maar één um, vragenlijst per case terugkrijgen. En we hebben in, uh, inmiddels uh, data van 62 projecten en daarmee een respons van uh, ja, toch 60%. Dus daar zijn we wel heel tevreden mee, ook omdat het wel een mooi gemengd um, beeld over Nederland is. Dus dat we toch wel een goede verdeling konden bereiken. En nou ja, hier is nu een uh, slide met heel veel informatie, maar ik probeer me even te beperken op een paar dingen. Dit is dus welke instrumenten nu met name ook zijn ingezet en hoe je de verdeling kunt zien, waarbij de kleuren wederom uh, corresponderen met dat wiel wat ik aan het begin liet zien. Dus uh, de organisatie, de uh, nodality, authority en treasure instrumenten. En um, om maar even uh, gewoon een paar eruit te halen. Um, nou, twee die dus het meest worden ingezet... is uh, enerzijds de omgevingsscan. Nou, dat is op zich goed nieuws. Dus er wordt in principe eerst in de breedte gekeken... Hey, zijn er meer en andere opgaves in het gebied. En de andere is um, nou, het inschakelen van een landschapsarchitect. Dat wordt ook al best wel veel gedaan in de praktijk. En um, we hebben ook wel gekeken... Nou, Gevraagd nog veel meer over de instrumenten aan zich, maar ook aan het eind dat we ze hebben laten rangschikken, welke instrumenten zijn nu het meest belangrijk om ruimtekwaliteit te borgen. En daar wil ik misschien nu vooral even meegeven dat, um, nou ja, hoe vaak ze ingezet worden, betekent niet ook dat ze even belangrijk zijn. Dus daar komt de omgevingskenner bijvoorbeeld wel wat slechter bij af, uh, die is dan alleen maar op plek 8. Uh, terwijl de landschapsarchitect juist wel ook als het meest belangrijke instrument wordt gezien. Dus er is blijkbaar wel behoefte aan zo'n persoon, een sleutelpersoon, die verschillende werelden met elkaar kan verbinden, die zo'n soort integrator is. En um, om nog een voorbeeld te noemen: nou ja, een ruimtelijk kwaliteitsteam. Dat was natuurlijk wel een heel groot ding bij Ruimte voor de Rivier. Bij HWP staat dat nu wat minder. Het is hier wel wat minder ingezet. Maar als het ingezet wordt, dan wordt het echt als heel belangrijk ervaren. En als, eh, met heel veel toegevoegde uh, waarde. Dus um, ja, daar wil ik het misschien voor nu even bij laten. Um, even kort wat samenvattend: verdere uitkomsten van de survey. Uh, nou, wat ons opvalt is het verschil tussen de waterschappen is wel heel groot is hoe je hiermee omgaat. Bijvoorbeeld zoiets als het ruimtelijk kwaliteitsteam. Nou, dat hebben dan een paar waterschappen. Uh, nou, die hebben zoiets uh, om zich heen. Dus daar zit dan vaak iemand van het waterschap mee in, maar ook partijen van andere organisaties, vertegenwoordigers, die dan um, ja, structureel meekijken bij, uh, bij uh, waterveiligheidsprojecten. Hermine, uh, de Nederlander bijvoorbeeld, zit in uh, zo'n team. Um, nou, die inzet van die instrumenten, daar kon ik nu weinig over zeggen, maar die is ook nog wel uh, vaak heel erg verschillend. Dus uh, als we het hebben over ontwerpateliers, was ik wel verbaasd te zien dat sommige waterschappen, nou ja, dus het meer zo 1 tot 3, zou ik maar zeggen, of max 5, maar er zijn ook wel een heleboel waterschappen die echt uh, voor één project 20 en meer ontwerpateliers organiseren. En wat me daarbij opviel was dat juist, nou ja, als je zoveel organiseert, zou je denken dat het in de rangschikking ook vrij hoog staat. Maar dat was dan helemaal niet het geval. Dan kwam het ons nog maar op plek 5 terecht. Dus ja, dat vond ik wel opvallend te zien uh, hoe dat zo gaat. Um, nou, die keuze van instrumenten haakt duidelijk af van welk ambitieniveau je überhaupt hebt. Dus gaat het puur om. Uh, Inpassing dan worden beduidend minder instrumenten ingezet bij meekoppeling en gebiedsontwikkeling uh, wel veel meer. En um, nou ja, we hebben ook gevraagd naar nou, in hoeverre is er nu eigenlijk intern beleid geweest bij de waterschappen of strategieën, uh, strategische docu documenten die je, die je leiding hebben gegeven uh, uh, tijdens het project. En, nou, daar was toch wel een beetje een gemengd beeld over, volgens mij in nou, 22 van die 62 gevallen. Zeiden ze wel ja, we hebben zoiets, maar um, ja, sommigen vonden dat het heel veel hielp, en sommigen vonden eigenlijk dat het nauwelijks hielp. Dus daar is wel uh, een gemengd beeld over gewezen, geweest. En nou ja, wat toch ook wel terug is gekomen, met name ook in open antwoorden, dat er wel best wel frustratie bestaat over die uh, financieringsregeling vanuit het HBWP. Uh, sober en doelmatig. Um, nou, volgens mij ook uh, iets wat hier heel erg bekend is. En. Um, Waarop straks volgens mij ook nog even wat meer over gaat zeggen. Dus, um, nou, ik laat het even hier. Um, nou ja, en dan nu uh, de brug te slaan naar cultureel erfgoed. Um, nou, zijn we toch wel gaandeweg ons onderzoek uh, achtergekomen dat ja, hier ruimtelijke kwaliteiten en, en cultureel erfgoed in Nederland vaak ook met elkaar gekoppeld is. Dus, uh, ook in de duurzaamheidsroos van het uh, 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 HWP zit het hier ook mee in. Um, dus ja, daar zit een duidelijke link. En um, ja, wat dat betreft zijn we heel blij dat Rob die link toch nog wel verder heeft onderzocht en daar dan nu um, zijn resultaten laat zien. Nou, dankjewel, Britta. Uh, je, zegt, je zei het net al: uh, erfgoed wordt uh, in waterveiligheidsopgaven uh, vaak meegenomen als onderdeel van ruimtelijke kwaliteit. Uh, ik heb binnen mijn onderzoek uh, gekeken naar ruimtelijke kwaliteit, maar mijn passie ligt wel echt bij erfgoed. Um, en daarom uh, kijk ik naar erfgoed. En wat je het eerste leest in alle onderzoeken is dat uh, water een bedreiging kan vormen voor erfgoed. Uh, klimaatverandering legt druk op erfgoed, uh, zoals je hier ziet in uh, een bekend voorbeeld van Dordrecht. Um, Waar volgens mij Kees achter het raam staat vol, uh, onder water. Maar je ziet ook dat het een oplossing kan bieden voor het klimaatprobleem. Uh, het slot Loevestein zie je daar uh, een beetje in het klein. Uh, maar die wordt duidelijk beschermd door de vestingwallen. Uh, wat je niet ziet op de foto is dat de parkeerplaats wel onder water staat. Uh, en dat is een klein voorbeeld, maar dat zegt dat watererfgoed nog niet altijd wordt gebruikt om het achterland ook te beschermen. En straks heb ik daar wel een voorbeeld van hoe dat uh, wordt gedaan. Uh, Cultureel erfgoed biedt ook perspectief. Uh, het is een uh, informatiebron uh, voor het project. Van waar liggen uh, de zwakke plekken langs de rivieren. Uh, het faciliteert participatie en consensus. Uh, hier heb je het voorbeeld van Kampen, dat, uh, die Jeroen net ook al noemde. Uh, het helpt om het waterbewustzijn te verhogen. En het kan een inspiratiebron zijn uh, voor het ontwerp. En uh, dat zie je hier bij het voorbeeld van uh, het Terpenplan. De, van de, bij de Overdiepse Polder. Dat is uh, een project door Bos Slabbers Landschapsarchitecten. Waar uh, ja, terpen eigenlijk weer opnieuw zijn gebruikt uh, voor de waterveiligheid. Uh, dus het kan ook een, ja, meehelpen voor de toekomst. Uh, en daarom heb ik gekeken naar twee projecten. Uh, zijn heel verschillend in hoe dat nou eigenlijk is terugge teruggekomen: erfgoed. Uh, de eerste is uh, Stenendijk in Hasselt, waar er is uh, gefocust op het behoud van erfgoed. Uh, je ziet hier een uh, stenen muur uit de 16e eeuw. En deze muur die beschermde uh, het achterland van de voormalige Zuiderzee. Uh, en het mooie van deze muur is dat. Uh, ja, de verschillende landeigenaren verantwoordelijk waren om uh, de muur te onderhouden. Dus als er een keer een doorbraak was, waren de andere landeigenaren die... Oh, <laughs> <We gaan door. laughs> um, maar goed, uh, daardoor is een heel mooi mozaïek ontstaan. Van allemaal verschillende, uh, verschillende tijdslagen, uh, verschillende stenen die zijn gebruikt. En dat wil je natuurlijk behouden, maar... Wat moet je nou doen als die dijk eigenlijk omhoog moet? Nou, dat hebben ze opgelost door een damwand te plaatsen. Dat is een iets duurdere oplossing. Uh, maar daardoor hoeft de buitenzijde van de dijk niet uh, veranderd te worden. Uh, en tijdens het project is ook de muur gerestaureerd. Uh, het belangrijke daarvan is dat eigenlijk de damwand... die neemt de complete functie van de dijk over. De waterkerende functie. Uh, en... De muur die dit eigenlijk al niet meer deed, um, die kan behouden blijven. Maar hoe financier je dat dan met het HWP-motto uh, van sobe- en doelmatig? Uh, dat is nog wel even een dingetje en daar ga ik het zo nog over hebben. Um, tweede case is uh, het hoornwerk aan de Gebbendijk. Um, dit is een oud uh, onderdeel van de Gebbelini. Uh, het komt uit 1785. Is het gebouwd. Uh, en op dit moment wordt het hoornwerk opgehoogd uh, naar dit oude niveau. Om daarmee ervoor te zorgen dat uh, het stukje dijk dat in het hoornwerk ligt niet hoeft te worden opgehoogd. Plus het erfgoed wordt beter zichtbaar. Nou is er wel een beetje de vraag van: is dit nou wel een goede restauratie, zo'n ophoging? Zoals Jeroen ook al <laughs> nuanceerde. Um, maar goed, het uh, belangrijke bij dit verhaal is dat uh, de linkerkant. Even kijken. Doe ik dit goed? Zo. Deze kant is waterkerend. Deze kant is niet waterkerend. Dat betekent dat het HWWP alleen deze kant, de ophoging, financiert en dat hiervoor het geld ergens anders vandaan moet komen. Dat is lastig. Uh, en wat hebben ze nou gedaan in deze projecten om erfgoed mee te nemen? Uh, dat hebben ze gedaan met verschillende beleidsinstrumenten. Uh, hier zie je de hele lijst van uh, instrumenten die ik heb onderzocht. En ja, dit zijn eigenlijk de belangrijkste instrumenten die zijn meegenomen. Uh, je hebt de landschapsarchitectbureaus, uh, adviseur cultuur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Um, en ja, specifiek voor uh, de Steenendijk zie je dat er een belevingswaardeonderzoek is gedaan... Um, en voor het hoornwerk zijn er twee ruimtelijke kwaliteitskaders ge gemaakt en drie landschapsarchitectenbureaus uh, ingehuurd. En ja, dat, het eerste punt waar ik op wil komen is de intensiteit van de inzet van de landschapsarchitecten. Uh, landschapsarchitecten worden vaak ingezet om uh, ruimtelijke kwaliteit te borgen en daarmee erfgoed. Maar wanneer die worden ingezet is van groot belang. Als je dat alleen in de verkenningsfase doet en niet in de planuitwerkingsfase, dan kan het zijn dat sommige ambities niet worden verwezenlijkt in de planuitwerking. Daarnaast kan, is er geen mogelijkheid om nieuwe ambities toe te voegen uh, in de planuitwerking, waar eigenlijk wel gewoon heel veel andere... Uh, ja, het is de planuitwerking, dus komen we heel veel dingen bij. En dan heb je de kans dat... Uh, Erfgoed en ramselijke kwaliteit een beetje worden ondergesneeuwd. Uh, bij de Ghibberdijk zie je dat uh, er door elke fase heen is er een landschapsarchitectbureau uh, betrokken geweest en daardoor zijn er nieuwe ambities bijgekomen. In de planuitwerkingsfase is uh, uh, ja, het belang van erfgoed veel beter geborgd. Uh, dan heb ik gekeken naar de rol van interne beleidsadviseurs voor erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. En uh, de, er, het erfgoedbeleid dat ze hebben gemaakt voor het waterschap. En deze, worden, ja, deze beleidsadviseurs worden nauwelijks of te laat vaak betrokken. Dus wat je ziet is dat het waterschap gebruikt veel meer externe expertise gebruikt voor uh, erfgoed. dan interne expertise uh, te, in de vorm van deze adviseurs. En dat is een beetje jammer, want een waterschap heeft zelf enorme kennis. Uh, niet alleen de erfgoedexperts, maar ook gewoon um, de werknemers. Ze weten veel van de geschiedenis van het waterschap, ze zijn er enthousiast voor, maar dat wordt dus in mindere mate gebruikt. Um, daarnaast heb ik gekeken naar hoe betrek je de omgeving nou? Um, ja. We weten allemaal dat het waterbewustzijn kan worden verhoogd. Je krijgt extra aandacht voor erfgoed door dit soort projecten als je de omgeving betrekt. Maar hoe krijg je dit nou in het plan? Hoe komt het in het plan terecht? Um, de uh, landschapsarchitecten van Witteveen en Bos hebben hierbij een uh, bus op de dijk gezet. Um, en daarbij zijn ze gaan kijken. Uh, ze hebben een enquête uitgedeeld als onderdeel van een belevingswaardeonderzoek. En dit belevingswaardeonderzoek uh, helpt enorm om te kijken wat zijn nou de waarden volgens de omgeving in dit gebied van wat is belangrijk, waarom willen we het behouden? Uh, en vervolgens hebben de landschapsarchitecten dat vertaald in concrete ontwerps, uh, ontwerpprincipes. Uh, aan de linkerkant zie je een paar. Ik denk niet dat ze te lezen zijn, maar maakt niet uit. Uh, <tieft> aan de linkerkant zie je een paar van uh, de Steenendijk en aan de rechterkant van de Grebbendijk. En uh, hier staat in bijvoorbeeld: uh, als de dijk verhoogd wordt, verhoogt dat over de gehele lengte, want dan is het, blijft het ensemble uh, gelijk. Uh, maar ook gewoon, ja. Uh, en verder uh, zie je een verschil dat deze concrete uh, Concrete ontwerprincipes voor uh, de Gebbendijk. Uh, minder, ja, hoe zeg ik dat? Um, er waren minder ontwerpprincipes voor erfgoed specifiek. En dit kwam omdat de Geberdijk een gebiedsontwikkelingsproces is. Er is meer gaande, dus ze kijken naar recreatie, ze re kijken naar natuurbelangen. En daardoor waren de landschapsarchitecten en uh, binnen het omgevingsproces uh, en binnen het ontwerpproces vooral gefocust daarop. En er was een minder ruimte voor erfgoed. Dat maakte het lastig. Uh, wat er wel uitkwam, is dat het hoornwerk herkenbaar moest zijn um, als één geheel. Het moest herkenbaar blijven als één geheel. Dus dat is de ene helft ophogen, de andere helft ook ophogen. Um, het probleem is dus waar we dan mee zitten, is de financiering. Het is niet waterkerend. Uh, de binnenzijde is niet waterkerend, de buitenzijde wel. Het HWBP financiert dus alleen de buitenzijde. Hoe pak je dat dan aan met die binnenzijde? Hoe zorg je dat dat één geheel blijft? Um, en wat ze hebben gedaan, is uh, ze hebben uh, een aanvraag gedaan voor een erfgoeddeal um, om subsidie te trekken voor dat binnendijkse deel. Uh, en hoe hebben ze dat gedaan? Via het participatieproces kwam er een erfgoedexpert naar voren, een uh, medewerker van de Gebellini van het informatiecentrum daar. En die hebben ze gevraagd van hey, kan je met ons meekijken naar die aanvraag van subsidie. Kan je ons... ondersteunen zodat wij dat kunnen krijgen? Nou, dat is gelukt. Uh, ze hebben... Uh, ja, een bedrag gekregen, maar... in vergelijking met de totale... Kosten, uh, kostenplaatje is dat... vrij weinig. Het binnendijks deel kon daar... niet compleet van worden gerestaureerd. Um, maar het heeft er wel voor... gezorgd dat de provincie mee ging kijken... naar projecten. Daardoor... Heeft het geleid tot cofinanciering? De provincie werd een beetje van overtuigd van: hey, als hier subsidie voor, voor is verkregen, dan zijn we ook geïnteresseerd en dan betalen wij ook mee. Dus daardoor kan je zien dat subsidie, kleine subsidies, zelfs als het kleine subsidies zijn, heeft het een grote impact um, Ja, dus wat waren de struikelblokken? De financiering uh, voor het HW, van het HWP, zoals uh, net genoemd is, maar ook dat er onduidelijkheid is tussen stakeholders over de verantwoordelijkheid voor erfgoed. Het erfgoed uh, bij de Gebbendijk werd dat uh, heel duidelijk gezien, werd opgesplitst. Uh, of diekoppeld, uh, zoals ik het heb genoemd. Uh, en daardoor krijg je dus ja, discussies tussen stakeholders en het waterschap van oh, wie gaat nou wat betalen. En dus je zag dezelfde dingen een beetje bij de Stenendijk. Uh, tussen de gemeente en uh, het waterschap. Van, we willen er bordjes bij met informatie over het erfgoed. Maar wie gaat dat betalen? Um, dan heb je, ja, wat werkte goed? Cultureel erfgoed als katalysator voor het participatieproces. Uh, Cultureel erfgoed zorgde ervoor dat heel veel mensen bij, uit de omgeving geïnteresseerd waren in het project. Ze delen informatie. Uh, en daardoor ging de waterschap ook meer doen met het omgevingsproces. Ze gingen die informatie gebruiken uh, in nieuwsberichten. Ze hebben het verspreid uh, en daarvoor meer aandacht gevraagd voor erfgoed. Uh, de landschapsarchitecten en ruimtelijke kwaliteitskaders hebben geholpen om abstracte erfgoedwaarders concreet te maken in uh, ontwerpprincipes zoals ik heb genoemd. Um, ja, de lokale kennis, de erfgoedexpert kan assisteren in het verkrijgen van subsidies. Deze subsidies trekken dan weer over in financiering. Um, en de integratie van erfgoed in het algemeen heeft positieve bijeffecten, want het functioneel gebruiken van watererfgoed zorgt ervoor. Dat, dit, dat de restauratie gefinancierd kan worden. En dat is natuurlijk wat we allemaal willen: dat dat mee wordt genomen, want het is vaak lastig om de financiering rond te krijgen voor erfgoed. Um, en daarnaast, voor de waterschappen, ver, helpt het voor de verhoging van het waterbewustzijn: het waterschapsverhaal vertellen. Um, ja, waterschappen zijn uh, heel erg bewust van uh, een verantwoordelijkheid. Uh, van een verantwoorde omgang met cultureel erfgoed. Uh, ze zijn heel erg enthousiast om met erfgoed aan de slag te gaan. Uh, maar ja, er zijn dus toch een aantal problemen af en toe uh, die om de hoek komen kijken. Uh, of je nou voor behoud gaat, zoals bij de Stenendijk, of building with culture, um, zoals bij de Grebbendijk, dat ligt compleet aan het object. Is het in een goede toestand? Uh, wat voor object is het? Um, en ja, de context bepaalt dus de oplossing. Nou, wat is er nog uh, nodig? Wat zijn de verbeterpunten wat uh, uit mijn onderzoek is gerold? Er is meer duidelijkheid nodig vooraf over de verantwoordelijkheid. Uh, wat voor rol heeft het RCE um, in het project? Uh, wie gaat betalen? Dus vooraf bekijken hoe kan je dat project, als je moet uh, opsplitsen de onderdelen... Ja, bedenk dat alvast vooraf en dat zorgt voor minder conflicten achteraf. Um, en dan uh, ja, meer gebruik van intern beleid en expertise uh, zou ook heel veel voordelen met zich meebrengen, denk ik. Nou, dankjewel.